Dag 3 zit erop, de wintertest in Barcelona zit erop. De eerste twee dagen liepen redelijk goed, maar Ronald, vandaag was het wel bingo. Hè? Ja, uh, hè, zo zou ik het wel willen noemen. Uh, ik heb natuurlijk ook in deze video gezegd: uh, in de voorbije dagen, van nou ja, als je kijkt dat er een nieuw reglement is. dat de motor is met E10-brandstof ook wel het een en ander is veranderd. was het eigenlijk verrassend hoe goed het liep. Uh, we hebben natuurlijk wel een versnellingsbakprobleempje gehad bij, bij Sergio Perez. Uh, Haas en Alfa Romeo zaten sowieso in de hoek waar, waar, waar de klappen vielen. Ja, ja. ja, maar los daarvan viel het wel mee. Tot vanochtend, want de ochtendsessie werd maar liefst vijf keer onderbroken door een, uh, door een rode vlag. Ja. Pierre, Pierre Gasly tekende eigenlijk voor de eerste uh, ja, crash, laat ik zeggen, een schuivertje van de dag. Uh, Fernando Alonso viel door een hydraulisch probleem. En Sebastian Vettel mocht zelf nog eventjes voor brandweerman uh, spelen door een olielek. En ja, eigenlijk al die teams, en dat is het trieste daaraan, al die teams waren ook meteen klaar. Dus die hebben we ook na de middag niet meer teruggezien. Datzelfde geldt voor Haas, ook die kampte met een olielek, nou dat kon er ook nog wel bij. Uh, dus dat betekent dat dat maar liefst van de tien teams, dat er vier nog niet eens een halve dag hebben kunnen rijden. En dat kost natuurlijk hele, hele, hele kostbare rijtijd. Niet alleen voor die coureurs, maar ook voor de teams, hè? want die willen juist die data verzamelen om dat naast de simulator te kunnen leggen en om die correlatie te kunnen checken. Ja. Uh, dus dat is voor die teams toch wel een behoorlijke klap. Zeker als je bekijkt dat aan de andere kant van het spectrum de topteams, die hebben eigenlijk gewoon een perfecte driedaagse achter de rug. Ferrari is het meest productieve team. Staat ook wel in een lijstje dat ik op mijn eigen Twitterpagina heb gedeeld. Maar Ferrari, het meest productief, gevolgd door uh, Mercedes, McLaren en Red Bull. Dus de grote jongens komen eigenlijk prima voor de dag. Maar juist de teams die een inhaalslag moesten maken. ...die hebben nog een keer het deksel op het neus gekregen. Dus uh, ja, dat is uh, eigenlijk wel jammer. En ook jammer voor de Formule 1, want dat was nou net niet de bedoeling natuurlijk. Ze willen alles dichter bij elkaar laten komen. Ja, ja en we hadden dus, hè, je zijn het al, de topteams zijn uh, goed bezig. We hadden vandaag ja. uh, Ru Russel snel in de ochtend. uiteindelijk was helemaal de snelste uh, overal vandaag. Uh, mm -hmm. tweede plek was voor Russel. De derde was voor Perez. En de vierde plek voor Max. Dus die viel net buiten de top drie. Um, ja, wat, wat, wat kun je daarover zeggen? Is dat een ramp? Of, of wat nee, is het? Ja, Al die tijden zeggen heel weinig. Heb ik ook in de voorbije dagen uh, gezegd. En ik moest wel lachen, want ook onder het verslag uh, van de dag en ook op social media. reageren mensen meteen. Ja, zie je wel. Lewis is echt terug. Hij staat meteen bovenaan de tijdenlijst. Ja. Uh, daar moet ik wel om lachen. Net als dat wat ik gisteren zei: dat je die woorden van Russell met een hele kruiwagen vol zout moet nemen. Namelijk dat Ferrari en McLaren de favorieten zouden zijn. Uh, tijden zeggen eigenlijk niks, dus ook geen reden voor paniek bij Red Bull. Sterker nog, die twee toptijden, namelijk van Hamilton en uh, Russell, zijn neergezet op C5, dus de zachtste band die Pirelli ter beschikking had gesteld. Ja. En die zachtste band hebben beide Red Bull coureurs niet eens aangeraakt in al die drie dagen niet. Uh, dus dat maakt het per definitie een vertekend beeld. Uh, het enige waar ik bij Red Bull nog wel om moest lachen vandaag is dat uh, Sergio Perez had natuurlijk dat versnellingsbakprobleempje op donderdag. En toen schreef Red Bull in het persbericht: uh, Nou, ik ben geen probleem, ik ben morgen weer terug in de auto en ik hoop dat het droog blijft. En uh, ja, die hadden schijnbaar, die mediaafdeling had denk ik niet helemaal goed naar het persbericht van Pirelli gekeken. Want Pirelli had al aangekondigd: Ja, wacht even, op vrijdagmiddag gaan wij die hele baan nat sproeien. Zodat jullie ook die 18-inch regenbanden en de intermediates nog een keer kunnen testen. Yeah. Uh, dus toen Pires in de auto stapte, was het niet droog. Maar goed, dat, uh, dat geheel zeiden. Nee, want de kans dat het in Bahrein nog gaat regenen is natuurlijk heel klein. Dus dan proberen ze ja. het hier maar uh, even ja, te simuleren exact. op deze manier. Uh, Max Rey woensdag de hele dag en vanochtend uh, iets meer dan. Nou, ik weet even niet meer over hoeveel rondjes. Maar hoe kijkt hij terug op, op deze anderhalf dag dat hij in de RB18 heeft gereden? Ja goed, 206 trouwens. Ik denk dat ik dat vandaag ook bijna 206 keer heb opgeschreven. Oh, dus, uh, <laughs> ja, ja. dus dat zit wel in het hoofd. Nee, maar hij, hij, hij spreekt van een, uh, een goede geslaagde driedaagse. Uh, sowieso hè. het enige probleem dat de Red Bull heeft gekend, namelijk die versnellingsbak, viel op donderdag. Dus toen zat Max niet, uh, niet achter het stuur. En ja, hij, hij zelf zegt van ja, het is, het is prima. Het draait om twee dingen. Data verzamelen en voor mijzelf het wennen aan die nieuwe auto's. Uh, beide dingen gaan naar behoren uh, wat ik net zei over de rondetijden zei Max Verstappen zelf ook namelijk, daar kijk ik niet eens naar Max zei letterlijk, is wel een aardige quote hij zei, wanneer ga ik dan wel naar die rondetijden kijken pas in Q3 van Bahrein, weet je wel dus, uh, die, dus die besteedt daar 0,0 aandacht aan maar so far so good dat geldt ook wel voor, voor, uh, voor Sergio Perez, hij zei ook, ja wij hebben bij Red Bull hebben wij een, een goede basis hebben we liggen uh, en de potentie is er ook wel en wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is, en dat zeiden de engineers van Red Bull vandaag en gisteren, die zeiden twee dingen, namelijk de feedback van Max en Perez zit op één lijn. Dat is natuurlijk heel fijn, hè? Want dan willen beide coureurs hetzelfde van de auto en bewegen eigenlijk dezelfde kanten op. Ja. En nog belangrijker is dat zij zeiden: de RB18 gedraagt zich zoals wij op basis van de simulator hadden verwacht. En dat is echt cruciaal, want dat betekent dat al het werk dat afgelopen winter is gedaan. Uh, Red Bull op het goede spoor zet en dat dat zeg maar niet door het raam, uit het raam geflikkerd kan worden. Ja. Red Bull heeft in het verleden wel eens correlatieproblemen gehad hè, dat ze wel op het verkeerde been zijn gezet in de simulator. Dat is nu niet het geval, dus dat is misschien nog wel de allergrootste winst van deze dagen in Barcelona. Ja, het laatste wat je wil is natuurlijk terug naar de tekentafel, naar Barcelona. Eh, ja. Ja, een, een aantal componenten weer opnieuw te moeten tekenen en te maken. Hè. Ja, en, en uh, dat kan natuurlijk, hè. Dat kan natuurlijk, want er zeiden wel coureurs van, ja, die zeiden ook, die simulator is leuk. Maar een simulator eh, is eigenlijk alleen maar het, 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 het eindproduct van wat jij erin stopt aan de voorkant qua cijfers. Dus als ja. die cijfers verkeerd zijn, dan is die hele simulator eigenlijk voor niks. Dat is dat hele simulatorwerk ook voor niks. Dus dat was bij alle teams de grootste angst voor dit seizoen, met zo'n omwenteling. En die angst lijkt in ieder geval bij Red Bull ongerond. Ja, en met de nieuwe technische reglementen, jullie hadden het er gisteren al even over. Uh, Porpoising, mm -hmm. het, het stuiteren ja. van die auto. Het houdt de gemoederen nogal bezig. Het is eigenlijk uh, ja, het, het grootste onderwerp op dit moment in de paddock. Ja. Uh, kun je nog één keer uitleggen wat het precies is en wat de coureurs er zelf van vinden? Ja, ja, dat valt wel op. Uh, ook mensen die nog een keer naar de Twitterpagina van de Formule 1 gaan. Dat zal ik wel aanraden, want daar staan hele goede filmpjes en stel vergiftjes. Ja, uh... je... ja, da ja, dat is echt niet, niet normaal. Die Ferrari lijkt een soort van stuiterbal. Ja. Uh, maar hoe ontstaat dat? Dat is eigenlijk vrij simpel. Door het grondeffect, en dit probleem was er in de jaren tachtig ook al, wordt die hele vloer eigenlijk een soort mega-voorvleugel. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat betekent dat die vloer dezelfde werking heeft. Namelijk een auto naar de grond toe trekken. Hè? Die luchtstroom die moet die auto naar de grond trekken. Ja. Uh, om, om downforce te genereren. Maar dat gebeurt in zo'n extreme mate. Dat die auto soms net de bovenkant van het asfalt raakt. Of net niet. Maar in beide gevallen wordt de luchtstroom dermate verstoord. Dat die auto dan meteen weer omhoog komt. Nou, dan ben je weer bij het beginpunt. Namelijk dat die auto de normale rijhoogte heeft. Begint het grondeffect weer te werken. Trekt hij die auto weer naar het asfalt, komt hij weer omhoog en zo gaat dat maar door en gaat dat maar door. En dan krijg je dat, dat stuiterbal effect. Uh, en jouw tweede vraag was, ja, hoe reageren de coureurs? Jij noemde Charles Leclerc, en die zei wel aardig. Hij zei, het is net of ik in een vliegtuig zit en dat je dan turbulentie hebt, weet je wel. Het gaat de hele tijd op en neer. Heb ik echt een hekel aan turbulentie. Ik ben blij dat ik niet ja, in die auto zit. Nee, maar Leclerc ook. Ja, ik had er wel niet willen zitten trouwens, maar <laughs> ja, nee. Ja, <laughs> ja oké. Okay, nee, wel maar, ik, ja. weet je... Leclerc zei ook, van ja het, uh, het voelt net als turbulentie en ik word daar toch een beetje misselijk of ziek van. Uh, Russell noemde het ook wel een safety concern, dat is zelfs een van de hoofdredenen waarom het in de jaren 80 weer is afgeschaft. Mm -hmm. uh, daar tegenover staat Yuki Tsunoda en dat is wel een reactie waar ik, uh, waar ik om kon glimlachen. Hij zat gisteren in de persconferentie, werd ook gevraagd naar die nieuwe auto's en naar dat stuiteren. Hij zei nou... Ik zal jullie wat vertellen, het interesseert me niet. Hij zei: Ook al ben ik door dat stuiteren een deel van mijn geheugen kwijt, ook al raak ik een deel van mijn verstand kwijt, hij zei: Het maakt niet uit, als je maar snel gaat, want ik wil alleen maar winnen en naar voren komen met Alpha Tauri. Dus ook al kost mij dat een deel van de hersencellen, het interesseert me niks. Dus uh, <laughs> ja, er zijn twee uitersten. Nou ja, goed, er is in ieder geval strijdlustig genoeg. Uh. Ja, ja. En je noemde in het begin Haas, hè? dat is het team waar nu de klappen vallen, uh, helemaal naar die Russische invasie in Oekraïne. Wat ja. is de laatste stap van zaken? Wat kun je vertellen? Nou, kijk, we hebben gisteren natuurlijk nog meegenomen in de video dat ze Ural uh, Kali, hè, de, de, de titelsponsor, dat ze daar eigenlijk alle sponsoruitingen van hebben verwijderd. Dus dat ze vandaag eigenlijk met een witte, een volledig witte auto reden. Ja. Uh, Gunther Steiner was gisteren niet in de persconferentie. Dat snap ik ook wel in alle tumult. Maar chapeau voor Haas en chapeau voor Steiner. Want vanmiddag nam hij in een extra media call uitgebreid de tijd om alle, om alle vragen te beantwoorden. En ja, die vragen die waren natuurlijk in grote getalen aanwezig. En hij legde uit, hij zei ja, die sponsoruitingen te afhalen, hebben wij op eigen initiatief gedaan. Uh, hij zei, we hebben geen contact gehad. Ook niet met overheden, ook niet met de Amerikaanse regering niks. Hij zei, wij hebben die call gemaakt en die kunnen op twee manieren gevolgen krijgen. Punt één is. De, brand, de, de, de branding en daarmee het geld wat Haas ophaalt van Ural Kali en dus ook van Vader Maasopin. Ja. En punt twee is uh, de rijdersbezetting en dat hangt met elkaar samen. Nou, wat betreft dat eerste punt, zei Gunther Steiner, uh, ons team Team Haas is niet in gevaar. Wij kunnen dit seizoen sowieso afmaken, uh, ook al worden de ballen met Ural Kali definitief doorgesneden, wat niet het geval is nu nog. Maar zei zelfs al gebeurt dat, dan kunnen wij het jaar sowieso afmaken. Nou, dat is fijn. Um, ja, 100 ja, want ja, een teamverliezer wil natuurlijk niemand zo kort voor het seizoen. Nee. Maar zei hij, uh, voor de rijdersbezetting is Nikita Maasepin nog niet zeker van zijn zitje, want Maasepin zit daar natuurlijk vanwege het geld van zijn vader en dus vanwege het geld van van Ural Kali. Uh, zijn detail is ook dat zijn vader gisteren in de Kremlin aanwezig was bij, bij Vladimir ja, Poetin. Ongelooflijk. Uh, ja, ja, dat ja. Uh, dat is qua beeldvorming ook niet heel handig. Nee. Uh, maar goed, dus, dus als die banden met Orakali doorgesneden worden, uh, dan is de, de positie van Nikita Mazepin ook zeer, zeer, zeer onzeker. Daarom zat Nikita Mazepin vandaag ook niet in de persconferentie. En heeft Haas al laten weten, Nou, stel dat dat allemaal gaat gebeuren en dat Mazepin zijn zitje kwijtraakt, dan is Pietro Fittipaldi, de, 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 de test- en reservecoureur, is dan de eerstvolgende om door te schuiven. En die gaat dan misschien, als het zover komt, rijden in uh, dit Formule 1-seizoen. Nou, ze hebben gelukkig dus iemand uh, achter de hand. Ja. Um, gisteren liet de Formule 1 uh, weten dat ze de situatie in de gaten uh, gingen houden. Nou, gisteravond kwamen ze bijeen, één. Uh, de teambazen en de, de Formule 1-organisatie zelf. Vandaag is er een statement naar buiten gebracht. Uh, Grand Prix van Rusland gaat dit jaar niet door. Um, er stond toch in, ja, gezien de huidige omstandigheden... Daarmee lieten ze de deur ja. wel een beetje open. Ja. Wat? Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Wat, wat kunnen we daarover zeggen? Ja, ik zou bijna zeggen welkom in de wereld der politiek... en welkom in de wereld der financiën. Uh, want dat heeft de Formule 1 heel bewust gedaan. Kijk, gisteravond is inderdaad in die crisisbijeenkomst geweest... Hè, met alle teambazen, waar wij ook in de, in de video over hebben gesproken. En daarbij zat eigenlijk iedereen wel op één lijn. Namelijk, ja, op deze manier willen wij niet in Rusland rijden... dus moet er een streep door die race in Sochi. Uh, die streep is ook gezet vanmiddag... Maar die streep is nog niet helemaal met pen gezet. Maar wel met potlood. Want er staat inderdaad onder de huidige omstandigheden. Nou, dat laat een klein beetje speelruimte. En daar dook de promotor van de race in Sochi meteen bovenop. Ja. Want hij zei ja, er staat inderdaad onder de huidige omstandigheden. Dus als die omstandigheden beter worden, uh, dan kan de race gewoon doorgaan. En dat het, het vrij surreële is dat de kaartverkoop loopt nog. Als jij nu naar de website gaat van die promotor, kun je nog gewoon kaartjes kopen voor de race uh, eind september. Ja. Uh, en daardoor zegt die promotor ook, de mensen kunnen hun geld nog niet terugvragen, want het kan maar zo zijn dat die race doorgaat. Dus ja, weet je, dat, dat is ook weer een beetje het gevolg van een halfbakken statement. Um, niemand durft nu nog echt de, de verantwoordelijkheid te nemen, ook financieel niet zeg maar. Ja, en daardoor krijg je dit, dat de Formule 1 een beetje ruimte laat, dat zo'n promotor dan weer een halve kans ruikt. Uh, en daardoor is hij wel afgelast die race. Maar niet definitief afgelast, ja, zo moeten we ja, het maar samenvatten. Ik, ik, ik kan daar niet bij. Toen dat statement naar buiten kwam en ik dat las, dacht ik. Je kunt het niet nu op deze manier zeggen. Je moet gewoon zeggen, dit jaar gaat de race niet door. Ja. Hoe het volgend jaar is, ja, geen idee. Daar kan ik nu ook natuurlijk niks over zeggen. Maar voor dit jaar moet het gewoon niet doorgaan. Dat, dat kan gewoon niet. Hè? De, de, de Champions League finale gaat van uh, Rusland naar Parijs. Uh, ja. Dus ja, die zijn allemaal goed mee bezig. En de Formule 1 houdt weer een deurtje open. Ja, ik, ik, ik kan daar gewoon niet, niet bij. Maar goed, dat uh, kan me erover opwinden hoor. Maar uh, dat uh, ga ik wel niet <laughs> al te veel doen. Maar ik vind gewoon dat Formule 1 moet zeggen. Uh, we racen dit jaar niet. Klaar, punt, streep eronder, uh, klaar. Ja, nee, het, het is puur po politiek. Dat niemand nu zeg maar, nog de, 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 de financiële klap op wil vangen. En dan krijg je dit spelletje. Hebben ja. we ook vorig jaar gezien, uh, of zelfs twee jaar terug. Hè, bedoel ik in de, in, met, met corona. Uh, toen, toen die pandemie op begon te spelen, was het ook een beetje getouwtrek. Ja, dat zien we nu weer. Dus uh, dat is het hele verhaal. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Formule 1 naar Sochi gaat hoor, in september. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, uh, dat gaan we tegen die tijd wel zien. Over anderhalve ja. week gaan we verder met het testen. Dan gaan we naar Bahrein. Uh, heel andere omstandigheden. Jij gaat er zelf ook heen. Heerlijk. Um, ja. wat, 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 wat gaan de teams daar doen? Uh, waar moeten we op letten? Nou, uh, ik, ik zal niet zeggen dat we weer op nul beginnen. Maar wel een heel klein beetje. Want eigenlijk wat ik in het begin zei. Hè, alle teams gaan nu terug naar de simulator. Zijn al bezig, al langer bezig aan grote updatepakketten. Uh, dus in Baggerijn gaan die auto's er weer anders uitzien. Ja. En in Baggerijn zien we eigenlijk deel 2 van het testwerk. Nu, de Duitsers noemen dat een functionstest. En dat vat het wel goed samen. Namelijk nu is het alleen maar gegaan om kilometers maken... Kijken of die auto's betrouwbaar zijn. Ja. En in Baggerijn gaat dat meer naar performance. En gaan ze zeker op dag 3 ook al wel wat uh, kwalificatiesimulaties doen. Dus dan krijgen we een heel ander spelletje te zien. En ja, daar uh, kijk ik nu ook al wel weer naar uit, moet ik zeggen. Ja, en dan een week daarna hebben we eigenlijk de eerste Grand Prix. En dan uh, kunnen ja. we weer los. En zijn we heel benieuwd ja. uh, wat het gaat doen. Um, Ronald, dankjewel. Uh, laat even weten in de comments wat je uh, verwachtingen zijn voor komend seizoen. Laat ook even weten in de comments, als je dat wil, uh, wat je van het testen vindt, wat je is opgevallen. Um, vergeet dan ook niet te liken, te abonneren en elke keer op het belletje te drukken. Mocht er dan weer een nieuwe video plaatsen, dan uh, krijg je er automatisch bericht van. Uh, dank voor het kijken en tot de volgende.